makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haaien de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij, politiek en economie? Culturele achtergronden en entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk met Frans Pinas. Diaspora Talk in Diaspora Today. En ik heb al aan de ministers hier aan de lijn. Dat is de minister van Volksgezondheid in Suriname, meneer Amar Ramadin. Meneer minister... ik wens je een mooi jaar, 2022. Alvast. Ja, goedenavond, meneer Pinas. En ook een mooi jaar voor mij. Een gelukkig nieuwjaar voor u. En ook aan alle luisteraars, uiteraard. Hey, wat was 2021? Wat voor jaar was het voor u als jonge minister? Uitdaging op uitdaging, drie golven. En was niet makkelijk. Het was een zeer bewogen jaar, dynamisch jaar. Met ups en downs. Natuurlijk ups wanneer de golven, de COVID-golven, zich stabiliseren. En downs natuurlijk wanneer je weer de stijgingen merkt. En uiteraard weten we dat met elke golf de gezondheidszorg steeds weer schade ondervindt. En mensen die daar gebruik van moeten maken, steeds weer in een positie komen van uitstellen. En dat natuurlijk de gevolgen daarvan ook niet altijd uitblijven. Wat staat Suriname nu? Dan praat ik over u, hè. Uw beleid met betrekking tot corona. Welke golf zijn jullie? Hoeveel golf zijn jullie? Omicron is je al gearriveerd. Welkom, Omicron. We hebben nog geen officiële bevestiging als het om Omicron gaat, maar de wijze van verspreiding met de pieken en de explosieve stijgingen die we zien, die zijn wel echt duidend op Omicron. Maar de andere... Als de cijfers en data grafieken duidelijk te zien, dat elke golf in Suriname steeds weer hoger en gevaarlijker en erger werd. Dus we hebben duidelijk een toename op de druk van de druk op de zorg. Ja, dat is niet zo mooi, hè? Druk op de zorg. Hoe vind jij dat de gemeenschap meeleeft of meewerkt met Mohana en uitbanning en van COVID in Suriname? Hoe vind jij dat de Surinamers het doen? Kijk, we hebben altijd vanaf het begin gepromoot en eigenlijk bijna verplicht gesteld dat Mohana, het is mondmaskers, handen wassen en afstand houden, drie van de belangrijkste maatregelen zijn eigenlijk de basis waarmee we beginnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En dat hebben we stevig vastgehouden, we zijn daarvan niet afgeweken. In tegenstelling tot vele landen eigenlijk die dat wel hebben gedaan. Maar wij hebben dat vastgehouden. Heel veel mensen hebben in het begin een heel goed voorbeeld te geven. Vele mensen zien het bijna als een normaal verschijnsel zelfs nu. Maar je ziet weer dat mensen niet lang... Het is een verandering in het leven van de mens. En dat mensen toch weer moeite hebben om iets langs van te houden. Dus je ziet automatisch dat er weer... Dan nam ons weer verslapping optreedt van die Mohana, van die mondneusmasker met name. En dat is ook een van de redenen waarom besmettingen weer gaan toenemen. Veilige werkplekken komen weer onder druk te staan. Ik neem gewoon een voorbeeld van volksgezondheid zelfs op kantoor. Je ziet gewoon dat de mensen in gesloten ruimtes zitten zonder mondmaskers. En dan is het dan niet vreemd dat je plotseling ziet dat er weer besmettingen op de werkvloer zijn. Maar toen kwam het vaccineren en vaccineren bood enorm bescherming. Maar ondanks de goede beschikbaarheid van vaccins in Suriname, een van de landen waar welke in de CARICOM, in de regio, gezegend was met vaccins, dat is Suriname, met de ondersteuning van Nederland,
dat, dat je merkt dat de hesitancy, ofwel de bereidwilligheid om te vaccineren, ook parten speelt. Dus je ziet dan ook, terwijl je geen hebt, dat we zelfs partijen moeten vernietigen, dat, dat het vaccineren langzaam toeneemt. En deze collectieve bescherming van Mohana en vaccineren zou eigenlijk betekenen dat, dat wij minder snel stijgingen van besmettingen zouden zien. Maar ik denk als er vaccinatiegraad zo laag is, ik ben bijna toe aan booster hier hoor. Hoe wordt het dan met boosteren? Dat wordt niks dan als je nog niet eens de eerste prik hebt gehaald. Ja, dus we hebben nu nog geen 40% volledig gevaccineerd. En we hebben 26.000 boostershots toegediend aan personen die volledig zijn gevaccineerd. Er zijn ook personen, ik denk iets van 50% die tenminste één prikje gehad heeft. Dus dat moet nog, die moeten nog de tweede krijgen. En aan de andere kant hebben we dan de mensen die de boostershots gaan halen. Maar we hebben het beleid steeds gericht op niet verplichten, maar wel motiveren. Motiveren en dat mensen te overtuigen dat het besef zelf ontwikkelt op vaccineren. Want uiteindelijk leggen we ook die link met de vaccins die je krijgt als kind. En we proberen daar eigenlijk te tonen van, dankzij die vaccins hebben we ook geen uitbraken, zien we ook geen uitbraken meer. Bijvoorbeeld van mazelen, gele koorts of ziekte bij kinderen. En dat is dus duidelijk dat vaccineren beschermend werkt. En de oplossing is voor vele infectieziekten. En dat zal langzaamaan wel tot besef komen. Maar het zal dus gepaard gaan met natuurlijk die neveneffecten van golven, onnodige besmettingen, onnodige overlijden, vooral bij kwetsbare groepen. En ik zie het als een proces van ziekteinzicht, ziektebesef. Het is precies als een patiënt die een patiënt die plotseling wordt of een persoon plotseling geconfronteerd wordt met een hoge bloeddruk. En die langzaam aan moet gaan beseffen van ik zal een aantal veranderingen moeten plegen om een normaal leven te leiden. Dus dat is een traject waarbij ik zeg van het is een bewustwordingsproces. En dat kan jaren gaan duren. Hopelijk niet generaties, maar wel jaren dat COVID-19 zal blijven bestaan. Dat moeten we met z'n allen beseffen. Mm-hmm. Het is een feit dat COVID-19 zal bestaan. Alleen nu met Omicron merk je ook in de wereld dat vanwege het feit dat Omicron mildere symptomen vertoont, dat Omicron ervoor zorgt dat heel veel mensen natuurlijke immuniteit opbouwen. En dat daarmee ook samen met die kunstmatige immuniteit, dus vaccineren, dat je een collectieve immuniteit krijgt van de samenleving die eigenlijk wel beschermend werkt naar nieuwe golven toe. Dus ik ben niet blij, dan zeg ik nogmaals, dat er Omicron is die mildere varianten vertoont. Maar straks gaan we COVID-19 vergelijken. Ik zeg het heel voorzichtig, COVID-19 kan straks vergeleken worden met influenza. Die eigenlijk al steeds minder, minder dodelijk wordt. Maar ook vanwege het feit dat heel veel mensen immuniteit hebben opgebouwd tegen influenza. Oké, dat zie ik en dat is wat de wereld denkt. Hè? Maar het zal midden ons blijven, corona. U bent van de regering, u bent minister van Volksgezondheid. U bent van mij hebt u op dit moment de zwaarste portefeuille denkbare. Hoe ziet u, hoe kijkt u naar al die dansie? Het is decembermaand, u bent zelf artiest. Ik heb u niet zien optreden hoor, maar er zijn zoveel parties. ik had u wel eens willen zien optreden. Ik had wel aanvragen gehad. Itriad nog? Nee, ik heb het uitgesteld met een jaar. Oké, hoe kijkt u naar al die parties, man? December, bands uit Nederland. Ik denk, amar, meneer de minister, hou die band tegen. Die Sabakoes komt daar, die Kwankantrieën, Hindustaanse bands, die Saburozen, allemaal. Kon ze niet tegenhouden dan? We kunnen niet tegenhouden, omdat dit, wij zijn niet bezig met individuen, maar we maken beleid op basis van inschatting, risico-inschatting. Uiteraard hebben wij altijd gezegd dat feesten, vanaf het begin van ons aantreden, dat feesten, inclusief huisfeesten, verboden zijn. En we hebben keer op keer erop gewezen. We hebben hier in Suriname wekelijks persconferenties vanuit het ministerie van Volksgezondheid.
En daar wijzen we op de gevaren, de ontwikkelingen van COVID. En we hebben vanaf het begin gezegd. Eigenlijk gingen we in november al mooi uit die vierde golf. Maar we hebben vanaf november gewaarschuwd. Er komt de vijfde golf. En het steeds maand, december, het is verwachtbaar dat er vier zullen zijn. Dus uiteraard, de politie gaat meer moeten gaan controleren, et cetera. Maar het heeft ook te maken met de mate van het van feesten, dus intensiteit. En we zagen en we constateerden heel veel feesten. Sommige zichtbaar, vielen onzichtbaar. Dus op geheime locaties waar je pas achteraf of tijdens het feest van werd verwittigd. Dus het is moeilijk, maar sowieso voor mij als dokter en als minister van Volksgezondheid is het altijd, en ik ben staat nog steeds achter dat op dit moment onverantwoord socializen op feesten. Een feest kan ook netjes verlopen, dat geef ik toe. Maar ik noem het daarom niet feesten, maar ik noem het onverantwoord socializen. Onverantwoord socializen met zonder achtneming van de afstand, zonder mondkap op, dan werken we zelf besmetting in de hand. En dat dit, doordat dit ook heel veel heeft plaatsgevonden op grote schaal, geheime locaties, zelfs in loodsen waren er parties die zich hadden plaatsgehad. En andere plekken, op privéplekken in buiten de stad. Heel veel mensen zijn ook gekomen in Nederland, zijn hier besmet geraakt. Of besmet geraakt tijdens feesten. En hebben we dus eigenlijk nu de situatie waar we de vijfde golf hebben. Maar ik blijf erachter dat feesten strikt verboden zijn. En dat feesten, en daar hebben we gezegd, we kunnen altijd die pagara estafette houden. We kunnen zelfs een keer toestaan dat we het midden van het jaar zouden kunnen doen, bijvoorbeeld. Maar dan moeten we wel ervoor zorgen dat we met z'n allen die offers brengen dat het in elk geval qua COVID-19 een gunstige situatie wordt. En ga vaccineren vooral, dat hebben we gezegd. Dus dat zijn de boodschappen. En die inzichten zijn nog steeds, die standpunten zijn er nog steeds. Geen enkele minister verschilt van mening met me. Iedereen in de regering kijkt in richting op. Alleen, er zijn sectoren die vaak ook kritiek hebben op het beleid. Maar om een eigen individueel belang. En dat is natuurlijk jammer. Het is heel triest. Ik bedoel, u hebt niet zoveel EC-bedden en dan moet u niet onder druk komen te staan. Zeg ik ook aan Frans. We weten wat onze capaciteiten zijn vanuit de zorg. We weten wat onze mogelijkheden zijn. En dan verwacht diezelfde groep die aan het feesten is wel, dat wanneer ze ziek worden, dat alles in place moet zijn, dat er genoeg plek moet zijn, dat er genoeg zuurstof moet zijn, genoeg verpleegkundigen aan bed moeten staan. En dat is eigenlijk dat wat ik noem het asociale. Maar vindt u zelf niet dat het COVID-beleid van u een beetje te soft is? Want als ik naar andere landen kijk, dan je moet niet weten wat in Australië en Oostenrijk gebeurt. Het wordt bijna verplicht. Of niet gevaccineerden. Macron heeft het net gezegd, hè, van Frankrijk, van hij wil ze gaan pesten, de niet gevaccineerden. Denk jij om het roer om te gooien en efficiënter te werk te gaan en strakker, strenger? Wij hebben in mind om de essentiële groepen, dat we zeggen, die op te leggen, maar in dialoog te gaan met de essentiële groepen, dat is zorgpersoneel, de gewapende machten, onderwijskorps. Dat zijn drie groepen die wij hebben geïdentificeerd en waar wij eigenlijk bijna na dialoog of door dialoog willen komen tot een vergelijk dat wij verplicht stellen het vaccineren. Verplichten vanwege het feit dat zij essentieel zijn en dat die drie groepen uitvallen, dan is de samenleving kapot. Want dan heb je geen zorg, gewapende machten, dus de veiligheid van het land is in gevaar. En het onderwijskorps en dus de jeugd in gevaar. Dus die drie groepen moeten eigenlijk zoveel als mogelijk gaan vaccineren. En de rest komt uiteraard vanzelf in de loop der tijd. Ja, want hier heb je het G2, hè? Gevaccineerd of getest. Daar staat er ook veel kritiek tegenover. Wat zet u tegenover dan? Want het lijkt mij van mensen die gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd, er is bijna geen onderscheid in Suriname. Hè? Iedereen doet maar wat en waar hij niet zin heeft. Er is geen G2-beleid. Ik weet niet, misschien is het democratisch juist goed, maar dat is toch niet waar wij naartoe willen als wij kijken naar de zorg, hoe kleinschalig het is in Suriname. Ja, dus vanwege de lage vaccinatiegraad
kunnen wij niet overal C2-beleid toepassen. Omdat we zijn een beetje nog mild tegenover het beleid gericht op vaccinatie. Kan eigenlijk veel scherper. Er zijn ook bewegingen waar we rekening houden, groeperingen, die nog tijd hebben om besluit te nemen. Kijk, er zijn drie groepen mensen die direct zijn gaan vaccineren. Mensen die het nooit zullen accepteren. Wie er het woord stevast. Houden stevast aan hun argumenten. Zinloos of zinvol. En er zijn mensen die twijfelen. Dus wij focussen ons nu even op de groep die aan het twijfelen is. En daarna gaan we beleid maken wanneer die groep duidelijk uitgeput is. We hebben die mensen niet meer in beeld. En zullen we mensen, de groep die niet gevaccineerd is, dan wel onderwerpen aan algemene regels. En dat is eigenlijk ons beleid, onze visie op de long run. En omdat je G2, omdat je niet veel gevaccineerd hebt, hebben we wel gedaan bijvoorbeeld voor dining, voor outdoor terrassen en voor bioscoopbezoek. En zo meteen ga ik ook met de ziekenhuisraad aan tafel om ziekenhuisbezoek en gebruik maken van ziekenhuizen. Dat we daar ook alleen gevaccineerden willen toelaten. Of met een test, dus G2. Dus er zijn een paar gebieden waar ik wel open sta voor G2. En daar zo moet je het een beetje zien. Ja, want die economie moet vroeg of laat open. Hè? Ik was op Schiphol van de week en ik heb vluchten naar Suriname gezien. Bamvol. Waarmee moeten mensen rekening houden? Wat zijn de coronamaatregelen? Want morgen gaan er weer vluchten naar Suriname. Dus ik wil dat de mensen hier weten wat die regels zijn, waaraan ze zich moeten houden. Ja, we hebben per 15 januari nieuwe inreisbeleid. Dus per volgende week een nieuw inreisbeleid waarbij belangrijk is dat we iedereen van de wereld willen toelaten in Suriname. Alleen hebben we geclassificeerd in hoog en laag risico. En het risico wordt bepaald door een incidentielijst die wij wekelijks publiceren en op de website plaatsen van het BOG. Maar aan die twee risicolanden zijn er dus inreisregels gekoppeld die te maken hebben met 1. We laten alleen gevaccineerden toe. 2. Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor essentiële reizigers of voor overleden van eerste graad familie. En aan de andere kant hebben we voor de hoogrisicolanden een PCR-test verplicht gesteld, niet ouder dan 48 uren, of een herstelbewijs van niet ouder dan 6 maanden. Maar al deze informatie gaan wij dus publiceren op de website van de overheid en wordt ook via de reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen gecommuniceerd. Die zijn ook geïnformeerd en betrokken bij dit besluit. Dus we zijn nu niet aan het fine-tunen met hun. Maar al deze informatie zal beschikbaar zijn voor alle reizigers. En dan kunnen mensen daar de informatie halen. Dus wat u nu zegt, minister, is dat Suriname alleen maar volledig gevaccineerden zal toelaten? Ja, we gaan alleen volledig gevaccineerden toelaten. En er zijn uitzonderingen voor ziekte. Essentiële gevallen, ja. Eerste graad familie. Dus niet ooms, broer of ooms, buurman. Maar het is echt eerste graad, kind, vader, moeder, broer, zus. En er moet een bewijs zijn, een brief van de specialist die aangeeft hier, van hey, iemand is hier kritiek. Of iemand is overleden en dan kan je dus daarmee ook via het ministerie van Buitenlandse Zaken, Wiebes, kan je dan een attestatie krijgen. Hey, maar per wanneer gaat dit? 15 januari. 15 januari, dus laat je alleen maar volledig gevaccineerden toe. Laat dat duidelijk zijn. Ja? Ja, helemaal. En we gaan echt hieraan vasthouden. We gaan echt geen uitzonderingen meer maken. Oké, dus als je niet volledig gevaccineerd bent, ben je niet welkom in Suriname vanaf 15 januari? We hebben eigenlijk dit al gedaan, maar er waren heel veel keren werd er door de vingers gekeken. Mm-hmm. En een beetje gedoogbeleid. Maar nu hebben we echt het besluit genomen, dat kunnen we ook doorgaan. We laten alleen volledige gevaccineerden toe. Duidelijk, minister. Ik wil u danken voor uw tijd en heel veel succes met uw vaccinatieprogramma in Suriname. Ja, meneer Frans. Mm-hmm. En ik wil ook van deze plaats uit even een boodschap aan minister Hugo de Jonge, die ook afzwaait. Of is alles afgezwaaid. Ja, we krijgen nu morgen. Suriname is deze minister de Jonge zeer erkentelijk. Voor zijn samenwerking die ik heb gehad met hem als minister van VWS.
En als collega's hebben wij veel kunnen realiseren voor Suriname. En we zijn nog zeer veel dank erkend. En ik heb het ook persoonlijk laten weten. Maar ik heb inmiddels begrepen dat er ook een minister Ernst Kuipers aantreedt. Ja, dat wordt de nieuwe. Kijk ook uit naar een zeer vruchtbare en samenwerking met deze collega. Ik denk het wel. Want die is permanent, hè? De jong was demissionair. Dus nu heb je een permanente partner om zaken mee te doen. Ja, klopt. Okay. Ik hoop dat het... Dan heb ik dankzij de demissionaire minister ook heel veel te realiseren voor Suriname. Mooi. Oké. En voorlopig geen optredens van jou? Tot besluit. Nee, als ik zover is, dan zal ik je laten weten. Oké. Ik dank je tijd voor je tijd, minister. Oké. Minister. Oké, bedankt. Minister van Volksgezondheid in Suriname, de heer Amar Ramadien. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.